Mike Haverkotte, je eerste dag bij SC Dordrecht als doelman. Je bent op huurbasis overgekomen van ADO Den Haag. Waarom de keuze voor SC Dordrecht? Dat is eigenlijk niet heel moeilijk. Ik kende de trainer al, Claudio Braga. Die ken ik nog van mijn eerdere periode bij FC Utrecht. En Harry van der Ham, die heb ik ook nog meegemaakt daar. Dus zo zijn we eigenlijk in contact gekomen. En vandaar dat ik nu hier ben. Had je meerdere clubs in je pocket zitten die jou eventueel wilden huren? Er is wel wat contact geweest, maar niet zo concreet als dat Dordrecht al heel vroeg werd. Dus ik had een goed gevoel bij Dordrecht. Je komt dan over van ADO Den Haag, waar ook het een en ander speelt. Onder andere een nieuwe trainer. Waarom had je zoiets niet van, ik wil misschien daar wel voor mijn kans gaan? Voor mij is het heel belangrijk dat ik... om ervaring op te gaan doen. En ik denk dat de kans dat ik dat hier ga doen een stuk groter is dan de tweede helft van het seizoen bij ADO. Goed om in een andere keuken te kijken. Goed om gewoon hier ervaring op te doen een half jaar. Dus vandaar de keuze om hier een half jaar te spelen. Waarin zou je dan ervaarder willen worden? Nou, ik denk dat je dat alleen maar kan worden doordat je wedstrijden speelt. Dus er zijn nog 18 wedstrijden te gaan in de Jupiler League. En, Keukenkampioen divisie, sorry. En daar wil ik zoveel mogelijk minuten in gaan maken. Nou heeft FC Dordrecht al meerdere doelmannen dit seizoen gehad. Onder andere dan Peter Stoskovic, Ramon ten Hove en ook Andries Noppet die geblesseerd is. Wat kan je met dit gegeven dat je dan als vierde doelman zeer waarschijnlijk dan minuten hier gaat maken bij FC Dordrecht? Dat ze 3 keepers hebben gebruikt, dat heb ik ook gezien. Ik heb Dordrecht... redelijk wat wedstrijden wel gevolgd in de eerste helft van het seizoen. Ja, nu ben ik hier, dus het enige wat ik kan doen is zorgen dat ik mijn eigen niveau haal en gewoon ontwikkelen. Dus datgene wat hiervoor afspeelde, dat is niet jouw zaak, wil je eigenlijk hiermee zeggen? Nou, het lijkt me duidelijk dat we gewoon gaan voor een goede tweede seizoenshelft met z'n allen. En dat we het beter moeten doen dan de eerste helft van het seizoen. En ik weet niet wat hiervoor in de eerste helft van het jaar allemaal is gebeurd. Wel gesprekken gehad met de trainer. Ja, het is een nieuw jaar, 2 januari en frisse start hier. FC Dordrecht staat laatst in de keukenkampioendivisie. Je begint dan dus eigenlijk met een perspectief, denk ik. Het kan alleen maar beter gaan. Wat denk jij hier nog te kunnen brengen bij deze club? Je kan alleen omhoog. Dat lijkt me duidelijk als jij op de 20e plek staat. Maar wat ik zeg, je hebt hier een mooi podium om te gaan spelen. Ik denk dat ze een hoop goede wedstrijden ook hebben gespeeld. Voornamelijk goede fases hebben gehaald in de wedstrijden. En nu is de taak om de tweede van het seizoen om die fases langer vol te houden. En niet alleen goed te spelen, delen van wedstrijden, maar ook om punten te gaan pakken, want daar gaat het uiteindelijk om. Je hebt nog een doorlopend contract bij ADO Den Haag. Is de intentie om dan weer komende zomer weer daar voor je kans te gaan? Ja, dus een half jaar hier knallen met de jongens, goede groep. En na een half jaar keer ik in principe gewoon terug naar Den Haag. Je bent naast profvoetballer ook een enorme liefhebber van waterpolo, weet ik. En je begint gelijk bij te glimlachen. Je bent zelfs ook trainer, hè? Hoe zit dat? Ja, ik ben trainer van Dames 1 van Brandenburg in Bilthoven. En dat vind ik leuk om te doen. En wat voor gevolg heeft dat nu je bij SC Dordrecht elke vrijdag actief moet zijn? Nou, weinig. Op zaterdagavond coach ik vaak een wedstrijd. Ik heb daarbij wel hulp van familie die ook daarbij betrokken zijn. En het gaat er voor mij gewoon om dat ik hier presteer en heel simpel Dordrecht staat op 1, lijkt me logisch. Maar het is wel een leuke hobby natuurlijk. Zeker weten, mooie sport. Succes hier. Top, dankjewel.